zijn op de Game Expo. Een groot verschil met de rest van South by Southwest. Takkenherrie. Wat is hier aan de hand? Hier worden heel veel games geshowt. Van bordspellen tot kleine indie games tot vrij grote AAA games. Microsoft heb ik gezien, dus het is echt van alles wat. En er komt heel veel publiek loopt rond en die komt die dingen gewoon spelen. Ja. En wat ben jij aan het doen? Wat zijn jullie aan het doen? Nou, we hebben een game die is in ontwikkeling en die is echt nog heel pril stadium. En wij komen hier gewoon kijken hoe het publiek erop reageert. En hoe reageert het publiek erop? Nou, wel een beetje zoals wij willen, want het is een experimentele game, dus het is niet heel makkelijk om te doen wat je eruit wil halen. Maar we zien wel dat mensen snappen waar de game over moet gaan. Dus een game die gaat niet alleen over combat, ook over praten. En dat is toch wel anders dan heel veel games. Maar mensen reageren er wel positief op. Die vinden dat wel interessant, vinden dat wel leuk. Maar had je dat ook niet gewoon lokaal in Nederland kunnen doen? Dat had zeker gekund, maar we waren hier sowieso om een andere reden. En dachten, nou, dus pakken we dit mee. Dat is wel gewoon, Amerikaans publiek is wel een belangrijke doelgroep. Dus het is wel mooi om mee te pakken. Ja. En wat zijn je eerste indrukken? Van South by Southwest? Nou, ik heb vooral de Gaming Expo gezien en die is leuk, vrij rustig, want je hebt wel de tijd om echt te spelen en om mensen te doen. Ik ben ook wel eens op andere game eventen geweest die vele malen massaler zijn en drukker zijn. Nou, dan kom je er bijna niet aan toe, dus wat dat betreft relaxed en je krijgt goede feedback, dat is wel leuk. Wat is de belangrijkste les die je mee naar huis neemt? Oeh, dat vraag je me wat. Ik denk dat er nog heel veel moet gebeuren, dat wisten we ook wel. Maar de belangrijkste les is dat we wel op de goede weg zitten, dat mensen wel snappen waar het over gaat, dus dat we wel een goede richting hebben gevonden en dat we die moeten vastpakken. Hoe goed is Nederland als gameland? Een moeilijk, lastige vraag. We zijn heel goed in kleine games, we zijn nog niet heel erg goed in die ook verkopen. Oké, op de achtergrond, je hoort het, als het goed is, wordt er live gegamed, live verslag gedaan. Ja, als een oude man als ik, blijf ik dat een boeiend fenomeen vinden. Maar misschien vind jij het ook wel een boeiend fenomeen. Nou, ik heb het al vaker gezien en het is gewoon spektakel natuurlijk. Dus je hebt ook heel veel sporten waar je spektakel over kan doen, dus zo raar is dat niet. Hey, dankjewel, veel succes en ik ben benieuwd welke lessen je gaat trekken uit South by Southwest.